Ja, ik had altijd gezegd van ik een blokkenspel, dat is niks voor mij. Maar ik vond het heel leuk. En vooral toen ik op MT kwam. Hey kijkers van Bestaan met Kracht en welkom bij de allereerste aflevering van de Staff Special. Wat is dit nou? Nou, je moet het zo zien. Op de DDG-server hebben wij duizenden spelers per dag. Ongeveer tussen de 15.000 en 20.000 unieke mensen. En we hebben ook honderden inmiddels stafleden die we nu hebben en die we gehad hebben. Ik vind het leuk om in deze serie elke keer, het begint nu even bij Matopia, maar het kan de volgende keer iets heel anders zijn. Een huidig staflid, dat kan een support, een moderator, een in-game staf, een admin zijn. En gewoon eens even met hun op hun favoriete stukje op de server te gaan kijken. Wat vinden ze leuk? Hè? Bauer zal waarschijnlijk de bouwserver laten zien. Maar vandaag zijn we niet met een bouwer. We zijn hier vandaag met de enige echte Shaniria. Ik denk dat elke Mytopia-speler van haar gehoord heeft. We staan niet voor niets hier, dat ga je zo meteen uitleggen. Laten we even beginnen met een hele korte introductie. Vertel wat je wil zeggen over jezelf, hoe je heet, hoe lang je al Minecraft speelt en dergelijke. Leeftijd hoef je niet te zeggen natuurlijk, ik weet hoe vrouwen zijn, maar inderdaad. Doe even een korte introductie, Shaniria, zodat de kijkers een beetje weten waar we het over hebben. Ja, hoi allemaal, leuk dat jullie allemaal kijken. Ik ben dus Shaniria. Mijn speeltijd is al bijna 200 dagen. Ik speel eigenlijk nou nog net geen 7... Nee, hoe zeg je dat? 7 dagen in de week? 7? Ja, precies, ja. Nog net niet. Nee. Maar ik ben begonnen als heel klein winkeltje van Valk. En heel langzaam steeds groter gegroeid. Hier zijn we, zoals jullie hier kunnen zien, zijn we hier begonnen. Ja, en in Qtraxia ook volgens mij nog. En in Qtraxia nog, maar ja, die kunnen we helaas niet meer laten zien. Nee, precies. Wat wil ik nog meer kwijt? Wat weet ik nog meer te vertellen? Via wie ben je dit gaan spelen? Met wie speel je het heel veel samen? Ik ben dit gaan spelen via Trasilias. Ik had altijd gezegd van een blokkenspel, dat is niks voor mij, maar ik vond het heel leuk. En vooral toen ik op MT kwam, vanaf dag 1 ben ik eigenlijk niet meer weg te slaan. Nee, precies. Nou, en jij hebt ook voor mij de meeste uren online van alle spelers, zoals je al zei, 200. En dat bijna 200. Keer, ja, en daarvan is volgens mij de helft maar al staf, en daarvoor was je inderdaad al die tijd speler. We kunnen wel even naar binnen gaan, want hier is het soort van begonnen. Zag het er toen ook al zo uit? Klopt. Nee, dit was eerst een heel klein winkeltje. Even kijken, vanaf de bank ongeveer tot hier. Mm-hmm. Dat was eerst één winkeltje. Het waren 4 winkels in totaal. Wij, naarmate dat we steeds beter gingen draaien qua voedselwinkel, hebben we er iedere keer één deel bij gekocht. Dus eerst kwam dit deel erbij. Of nee, deze kant kwam er eerst bij. En was daar het toen ook al een vitaminewinkeltje? Het was al die tijd al een voedselwinkel hier? Hier is het altijd een voedselwinkel geweest. Oké. Okay. Ja. En alleen aan de overkant hadden we een vitaminewinkeltje. Ja, 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 en een gigantisch grote voorraadkelder had je volgens mij ook hier. Zo groot is die hier niet. Dat kunnen we wel laten zien. Nee, dit is niet zo groot. Dit is ook de kelder niet voor mij. Nee. Waar is ik weet niet. Moet je even terugkomen naar het winkeltje, David? Oh ja, kom eraan. Ja, en waar gaan we naar beneden? Dan gaan we hier naar beneden. Dit is niet zo groot. Nee. Het stond wel helemaal vol met kisten hoor. Dat dacht ik gewoon, ook inderdaad. Zo in de lengte, zeg maar. Nou, wat ik heel erg leuk vind, en dat is, we hebben natuurlijk heel erg veel verschillende soorten staf. Ik ga trouwens even, omdat ik merk dat we wel heel erg veel bekijks krijgen en ik niet in Venice wil gaan rondzitten, doe ik het heel even en tp ik jou wel eventjes naar een ander mooi plekje in Greedale. Ik weet nog niet waar. Oeh, ik zie een tunnel, die ken ik nog helemaal niet. Laten we gewoon even lekker gaan rondlopen met z'n tweeën. Ik vind het voornamelijk leuk dat we zoveel verschillende soorten staf hebben. Als je begrijpt wat ik bedoel. We hebben natuurlijk bouwers van een jaar of 12, 13 zeg maar. Maar wij zijn overduidelijk 2 volwassenen. Hè? Ik ben dan de eigenaar die de server heeft. Maar jij bent natuurlijk ook geen 15 meer, om het zo maar te zeggen. Nee. En dat bedoel ik helemaal niet denigrerend. Want ik vind het zelf ook superleuk om dit te spelen. JP is ook in de 30. Roland is voor mij zelfs in de 40. Ik vind het ook superleuk dat er mensen zijn die best wel veel levenservaring hebben. Gezinnetjes getrouwd. Sommige mensen komen uit het buitenland zelfs en die werken op de DDG-server als staf.
Het maakt het allemaal zo verschrikkelijk divers. En dat vind ik zo gigantisch leuk. 200, ja, niet uur, maar dagen op de server. Nou, via Tracilias ben je er bijgekomen. Heel veel mensen kennen jou. Wat zorgt er eigenlijk voor dat jij terug bent gekomen na al die tijd? Hè? Er zijn altijd mensen die zeggen, ik heb nou alles wel zo'n beetje bereikt. Maar jij bent daadwerkelijk na 100 dagen ben je staf geworden. Ja, klopt. We hadden dan, zoals ik al net vertelde, steeds een grotere valk. Mm-hmm. Winkel, voedselwinkel. Daarna ben ik even politieagent geweest in de Kaap, ook nog. Dat weet ik nog, ja. Ja, ja, dat is een maand of 3-4 geweest. Zoiets, ja. Toen kwamen ze naar me toe van ECO. De minister van Economie. Danny waarschijnlijk. Danny, ja. Die kwam naar me toe. Jean, en, links of rechts? Ja, laten we rechts doen. Oké. Okay. Ja. Toen kwam Danny naar me toe van, goh Jean, jij speelt al zo lang op deze server. Je vindt het naar mijn weten heel erg leuk. Je doet het al zo lang de voedselwinkel, dus je weet van reilen en zeilen. Ja, precies. Hoe leuk zou je het vinden om CEO inkoop te worden van de voedsel? Dus ja, nou toen dacht je, dat is letterlijk op mijn buik geschreven. Voedselwinkel, voedsel, kom op. Precies, dat ja, wel. Ja, ik precies. heb er wel even over nagedacht, want ja, er kwam natuurlijk bij dat ik valk af moest staan. Ja, bestaat dat nog? Is iemand anders het momenteel aan het doen? Okay. Ja, Alex Duizendgamer is nu de CEO. Toch een beetje familie, hè? En dat merk je heel erg bij. Is dat ook een klein beetje waarom je nog steeds speelt en speelde, zeg maar? Dat wat je hier opzet, zeg maar, niet gewoon met een stelletje random spelers is. Het is echt, ja, met spelers zou je bijna zeggen. Nou ja, hij kwam altijd bij ons voedsel halen. En op een gegeven moment heeft hij bij ons gewerkt. Ja, dan is de keus natuurlijk op een gegeven moment niet zo moeilijk om te zeggen van, nou, weet je, hoe zou je het vinden om Valk over te gaan nemen van ons? Ja, precies. En toen dacht je van, toen zei hij van oké. Okay. Ja, hij vond het. In eerste instantie vond hij het wel leuk. En ook wel best moeilijk. Kijk uit dat je niet valt. Ik ben even aan het heroriënteren. Het zijn natuurlijk de oude bergen van Gredeel. En het ziet er toch wel allemaal anders uit. Dit stukje nog nooit geweest. Nee, en Alex heeft dus uiteindelijk Valk overgenomen. Die heeft Valk overgenomen, zodat hij toch door kon blijven draaien. Ja. In eerste instantie zou het de bedoeling geweest zijn dat we hem, als we ooit geen staf meer zouden zijn, om toch Valk weer terug te nemen. Uiteraard, maar ik heb te horen gekregen dat dat niet mogelijk is. Nee, maar dus anders. Met jouw kennis van jou en van Kildor en van Alex en van Tracilias heb je natuurlijk ook zo weer opnieuw opgezet, hè? Ja, klopt. Klopt. Ja, dat is gewoon een koekje. Nou, ook daarin misschien. Je bent natuurlijk nou staf. Klopt. Neem maar dat je het heel erg naar je zin hebt, anders zou je het waarschijnlijk wel aangegeven. Maar gaan we jou bij wijze van spreken nog. Oh, dit was het meertje, joh. Nou herken ik het. Bij jouw huis. Ja, dat zat hier. Oké. Okay. Zien wij jou over. Hallo. 300 dagen. Ben je hier nog steeds? Ben je er dan nog? Zeg maar. Denk je dat je de 300 dagen gaat aantikken? Ik ga hem wel mijn beste voor doen. Oké. Durf je te springen? Oh, je vliegt gewoon. Ja hoor. Je hebt natuurlijk hele hoge fitheid. Ja, is ook zo. Ik heb fitheid 140. Ja, nee, begrijpelijk. Dus jij denkt dat je de 300 dagen ook nog wel gaat halen. Dat betekent dat je echt nog wel van plan bent. Want die vraag heb ik natuurlijk ook nog voor je. Hoe zie jij jezelf over een half jaar misschien op de hele DDG-server? Heb je dan zoiets van, ik wil dan minister zijn. Ik wil toch weer speler zijn. Je hoeft natuurlijk niet altijd staf te blijven. Maar hoe zie je dat? Klopt. Nou ja, voorlopig vind ik dit nog steeds leuk om te doen. Het lijkt me niet zelf iets om. Mij lijkt het. Het type ben ik er volgens mij niet voor om minister te worden. Oké. Okay. Dat denk ik niet hoor. Ja, je weet me nooit natuurlijk, maar je zegt nooit. Want zoals ik net al zei, ik heb ook altijd gezegd van ik zal nooit geen staf worden. Ja, dat zei je net ook al. Tegendeel is bewezen. Ik ken de meerdere die dat gezegd hebben in ieder geval. Oké. Nou, dan eventjes natuurlijk, omdat het een serie is waar we nog heel erg veel meer andere staf in gaan krijgen. En de vragen zullen heel erg divers zijn. Maar bij jou vind ik hem wel leuk om te stellen. Wat vind jij nou, afgezien van dat je zegt, ja, de game Mindtopia. Wat vind je nou het leukste aan de DDG-server? Gezien vanuit je staffuncties, niet vanuit je spelerstijd. Maar gewoon wat je de afgelopen maanden, zeg maar, hebt meegemaakt. De leuke contacten onder elkaar. Oké. Okay. Gewoon de sympathie. De groepjes die ontstaan en dergelijke. Ja, klopt. En de sympathie.
Okay. En elkaar helpen onderling. Ja, en het allerleukste van Mindtopia, als je het zou moeten benoemen. Dan gaan we ondertussen even naar de allerleukste gemeente van Mindtopia. Gredeel natuurlijk, naar het mooiste gemeentehuis wat er is. Ja, dat is verbouwd, hè? Juist zo. Het is een nieuwbouw. Ja, er is een ding bovenop gekomen. Ik weet niet wat ik er van moet vinden, maar ze hebben de originele staat in ieder geval gehouden. Dus dat vind ik wel redelijk wat. Okay. Maar vertel, wat vind jij het allerleukste aan Mindtopia? Dat Gredeel sowieso gebleven is. Ik ben ondertussen even in Vanish. Want, ja, ik zag het. Dat. Ja, ik snap hem. Oké. Okay. Ik ken het. Maar vertel, dus het leukste aan Mindtopia. Ja, zoals ik al zei, dat Gredeel überhaupt weer teruggekomen is, is toch een beetje voor onze grote tijd, van klein naar groot, onze groeistad geweest. Ja, dus Gredeel in het algemeen is het allerleukste van heel Mindtopia. Van heel Mindtopia vind ik toch, aangezien er een oudere stad terugkwam, vind ik toch Gredeel het leukste. Zal ik mijn eigen vraag ook beantwoorden? Weet je wat ik het allerleukste vind aan Mindtopia? Nee, vertel. Dat het na 2 jaar tijd nog steeds educatief kan zijn voor mensen. Zeker, mensen kunnen er wat van leren, hoe ze, en natuurlijk niet precies zoals in het echt gaat, maar je moet soms moeite doen om een baantje te krijgen. Het wordt je niet, je drukt op een knop of iets dergelijks, je gaat door een deur en je hebt geld of wat dan ook. Dit is klopt. De eerste echte game in Minecraft waar je wat meer moet kunnen dan met je linkermuis heel snel kunnen mappen. En, klopt. Veel online zijn. Je moet er echt iets mee doen, zeg maar. Dat vind ik steeds het allerleukste van Mindtopia. Ik hoop in ieder geval dat jij hier nog een geruime tijd te zien gaat zijn. Alvast wel. Dat we inderdaad samen ook 300 dagen video kunnen maken over een tijd. En, dat lijkt me heel erg leuk. Ik zou zeggen, wees er gewoon lekker voor de spelers, maar dat hoef ik jou natuurlijk niet te vertellen. En voor de kijkers thuis, de volgende aflevering, die zal volgende week zijn, ga ik weer een andere staflet opzoeken. Heb jij suggesties voor wie we in het zonnetje moeten zetten of welke groep? Bijvoorbeeld specifiek de bouwers of misschien iets uit het PvP-hoekje. Mag je allemaal in de reactie achterlaten. Kom met jullie suggesties en misschien dat ik er een suggestie uithaal. Vergeet niet even een like achter te laten, te abonneren op DDC. En Sjan, heel erg bedankt voor de afgelopen maanden, maar ook voor de afgelopen 2 jaar als meest actieve speler op de hele server. Heel graag gedaan en ik hoop dat ik het nog heel lang kan en mag blijven doen. Van mij in ieder geval. Bedankt voor het kijken, jongens. Later.